Luik is een stad waar volgens de woorden van Michelet bloei en verval elkaar onophoudelijk opvolgen. De metamorfose van deze stad is onophoudelijk. Ze weerspiegelt zich in het steeds veranderend stadsbeeld. De oorzaak van dit wonder is niet zozeer toe te schrijven aan zijn inwoners, wel aan de Maas, dat sierlijke lint dat door de stad loopt. Hoe moet men Luik, zijn geschiedenis en zijn voornaamste fysionomische karakteristieken begrijpen? Door zijn rol van prins-bisdom, door zijn universiteit en haar spirituele en intellectuele uitstraling, door zijn rol als kruispunt tussen Nederland, Duitsland en het groothertogdom Luxemburg, door zijn nijverheid. Zijn vaak vermelde industriële functie vormt een van de hoofdactiviteiten van deze belangrijke agglomeratie. De tertiaire sector heeft sinds lang het spoor gevolgd van de industrie, welke gegroepeerd werd in het Luikse bekken, meer bepaald in Serang. Luik is een stad in volle groei, een verkeers- en spoorwegknooppunt van continentaal belang en de derde binnenhaven van Europa. En tenslotte voor de bezoeker een centrum van kunst. De wederaanleg van de Place Saint-Lambert, gelegen tegenover het Prinsbisschoppelijk Paleis, rechtvaardigt nieuw archeologisch onderzoek. Dat het moet mogelijk maken om de in 1907 en van 1977 tot 1982 verzamelde gegevens aan te vullen in andere delen van de vindplaats. Om binnen het gestelde en uiterst korte tijdsbestek, de bedreigde 4500 vierkante meter, te kunnen onderzoeken, heeft de Waalse directie voor opgravingen een beroep gedaan op de hulp van het Centrum voor Archeologisch Onderzoek van de Rijksuniversiteit te Luik. Aan de ploeg van de opgravingsdienst, bestaande uit een archeoloog, een technicus en 12 arbeiders, werden zo 2 archeologen en verschillende stagiairs van de Luikse Universiteit toegevoegd. Op het einde van de moderne tijden stond hier een imposante kathedraal. De historische plaats biedt de vorsters 2 belangrijke troeven. Enerzijds haar ouderdom en de opeenvolging van haar bewoningsperiodes en anderzijds de mogelijkheid om er de sporen van het ontstaan van de stadskern te herkennen. In de vele wijzigingen die de vindplaats in de loop van duizenden jaren heeft ondergaan, herkent men tevens haar rijkdom. De Place Saint-Lambert ligt in de alluviale vlakte op een lichte helling naar de stroom toe, georiënteerd naar het zuiden. Ze wordt voor de noorderwind beschermd door de heuvel van Publemont. Water was overal aanwezig, verschillende beken doorkruisen de stad. De Legiabeek, die bij haar monding in de Maas een kleine delta vormt, vervolledigt de verscheidenheid en de kwaliteit van het geheel.
Deze uitzonderlijke karakteristieken zorgden ervoor dat de mens hier meer dan 50.000 jaar zou verblijven. Mesolithische wapens tonen aan dat rondtrekkende jagers hier voorbij kwamen rond 50.000 en 6.500 jaar voor onze tijdrekening. Wat de oudste periodes betreft herinneren we aan de inplanting in het zesde millennium van een eerste dorp van landbouwers en veetelers van de Donaucultuur. Veel later, in de tweede eeuw na Christus, bouwden de Romeinen een villa. De hypocaust, kern van de centrale verwarming, kan sinds 1910 bezocht worden. Hij vertegenwoordigde voor de Luikenaars het bewijs van de vroege oorsprong van hun stad. Het beschilderd pleisterwerk van de villa onderlijnt de rijkdom van haar decoratie. Tijdens de Merovingische en Karolingische periode veranderde de site of de historische vindplaats van inhoud. Vanaf het einde van de 7e eeuw kreeg het een stedelijk in plaats van een landelijk karakter. De geschiedenis van de stad zal van dan af nauw verbonden zijn met de religieuze evolutie van haar centrum. Ze was martelaarsplaats van Sint Lambertus in 705, voor de welke Sint Hubertus Maastricht verliet. In de tweede helft van de 8e eeuw werd ook de bisschopszetel naar de cité ardente, de vurige stede, overgebracht. Terzelfder tijd werd het lichaam van Sint Lambertus overgebracht. Het werd in linnen van Iraanse oorsprong gewikkeld. Verschillende religieuze gebouwen zullen elkaar opvolgen. De eerste kathedraal, toegewijd aan Sint Hubertus, werd opgericht in de loop van de 8e eeuw. Zij werd vervangen door een imposant Ottoons gebouw. Het wordt gekenmerkt door een grote middenbeuk en twee transepten. Ze werd gebouwd door de beroemde prinsbisschop Notger en brandde af in 1185. Ze werd vervangen door een gotische constructie waarvan de bouw van de 13e tot de 15e eeuw duurde. Van dat imposante bouwwerk waarvan de afbraak in 1793 werd beslist, blijft enkel het prinsbisschoppelijk paleis bewaard. Op het einde van de Merovingische periode lag op het plein een dorp. Zijn belang wordt aangetoond door het dierlijk keukenafval, het aardewerk, het glas en een reeks andere vondsten. Men kan zelfs overwegen niet meer van een dorp te spreken. De standaardisatie van de gebouwenstructuur en de beheersing van het natuurlijk milieu laten dit niet meer toe. We staan op twee passen van de stadsvorming. Sint Lambertus en Sint Hubertus liggen aan de basis ervan.
Op het einde van de 8e eeuw stellen we vast dat de kern op enkele jaren tijd verrijkt wordt met een kathedraal en daarnaast luxueuze gebouwen, versierd met beschilderd stukwerk en mozaïeken. Als zetel van het bisdom of als eerste klooster verdringt dit geheel, het dorp en de dagdagelijkse activiteiten, naar de periferie van de historische plaats. De oprichting van een kathedraal is een werk van lange adem. Weinige werden in minder dan een eeuw gebouwd. Reden hiervoor zijn vooral de geldnood van het kapitel en de politieke intrigue. Aan deze Sint-Lambertus-kathedraal werd 400 jaar gewerkt en dit vanaf 1189. Het beeldhouwwerk dat hoofdzakelijk de ingangen versierde was kwalitatief belangrijk. De gevonden resten vertonen de stijlen van de verschillende stromingen die in die periode onze streken beïnvloedden. De originaliteit van de kunststroming uit de eigen Maastreek herkent men vanaf de tweede helft van de 12e eeuw. Ze verschijnt terug in de tweede helft van de 14e eeuw, weliswaar verbonden met de invloed van de Franse gotiek. De eerste helft van de 15e eeuw wordt gekenmerkt door de invloed van de Brabantse kunst. De verscheidenheid der materialen weerspiegelt de verscheidenheid van de werven die elkaar bij de bouw opvolgden. Geraffineerde polychromie voegt hieraan nog elementen toe. In de westelijke kloostergang worden momenteel een groot aantal graven blootgelegd. Hun uitvoering en de zorg besteed aan de ter aarde bestelling verwonderen de opgravers. De gebruikte materialen, zandsteen, leiplaten, zijn ingevoerd en zorgvuldig verwerkt. Soms geeft een inscriptie ons nadere inlichtingen over het graf. De begraving is gespreid van de 13e tot en met de 17e eeuw. Een veelheid van gegevens en vooral van voorwerpen tonen de belangrijkheid van deze begravingen aan. Het hoofd van de overledene rust op een steen. De dode was gekleed, droeg een gordel om de lenden, enkele munten vergezelden de overledene. In de handen, die op de buik zijn gekruist, houdt hij een beker of een glazen kelk. Rond de doden liggen aardewerken reukpotjes als laatste bewijs van de begrafenisceremonie.
Veel later, in de 18e eeuw, leidde het verbod om in de kerk te begraven tot de constructie van een crypte met grafkelders. Het columbarium van het Sint-Lambertus-kloosterpand zal later van een ossuarium worden voorzien, waarin al het menselijk bindermateriaal uit de opgravingen zal verzameld worden. Het zijn de laatste belangrijke architectonische getuigen voor de Franse Revolutie. Ook de omgeving van de kathedraal leverde belangrijke getuigenissen van het dagelijkse leven op. De opgraving van een waterput, die vanaf de middeleeuwen reeds als aalput werd gebruikt, leverde veel aardewerken, houten en lederen voorwerpen op. De uitzonderlijke bewaringstoestand van deze voorwerpen maakt het de archeologen mogelijk verder te kijken dan het voorwerp zelf. Men krijgt een beter beeld van de eigenaar, zijn voedingsgewoonten, zijn maag- en darmproblemen. Archeologie is immers meer dan voorwerpen analyseren. Zij onderzoekt elk spoor van de menselijke aanwezigheid. Ze maakt dan ook gebruik van steeds nieuwere en uitgekindere methodes en doet een beroep op evenveel specialisten. In de stedelijke context, waar de veelheid van vondsten zo belangrijk is, vormt de terreinverkenning slechts de top van de ijsberg. Aan deze menselijke sporen, gespreid over 50.000 jaren,
dacht men eerst slechts enkele voorwerpen en publicaties over te houden. De morele verplichting geen sporen van onze oorsprong uit te wissen leidde tot de ontwikkeling door de Generale Directie van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van een project van Archeoforum. Deze archeologische crypte zal de mogelijkheid bieden de ontwikkeling van de stadskern van de Cité Ardente te volgen en het verleden van zijn bewoners beter te leren kennen. Het ministerie van de Waalse regio heeft aan de opgravingsdienst en de Universiteit van Luik ten andere de mogelijkheid gegeven het onderzoek voor te zetten. In de nabije toekomst zal ook de ondergrond van de staatsbaan die het Sint-Lambertusplein doorkruist worden onderzocht. Het zal de gedroomde gelegenheid zijn om ons verleden nog beter te leren kennen en onze toekomst voor te bereiden. Thank you.